Welkom Ellie. Dankjewel Robert, leuk. Heel leuk dat je er bent. Heb je ooit iets van het format Open Kaart gezien? Eerlijk gezegd niet. Nee, dan ga ik het even kort uitleggen. We hebben nu bijna, pak een beet, 45 afleveringen van Open Kaart gemaakt. Heel veel mensen voorbij gekomen en eigenlijk kwam vorig jaar al het idee met Pride dat ik dacht, ik wil eigenlijk Open Kast maken. Eigenlijk hetzelfde format, maar dat we ons gaan focussen op thema's die rondom de Pride maand spelen. En daar wilde ik vier inspirerende mensen, die ik vind die een goede invloed hebben. Die een inspiratie zijn, denk ik, voor heel veel mensen die heel veel mensen in Nederland. En toen kwam ik met dat idee en toen kwam ik in gesprek met Magnum. Het ijsje Magnum. Heerlijk. En met nootjes, graag. Ja. Chocola. Ja. En toen kwam het idee op en ik vertelde dat tegen hun, dat ik al langer met dit idee liep. En toen zeiden zij, daar willen wij aan meedoen, want dat is iets wat wij ook belangrijk vinden. Want ik heb het in Open Kaart, komt het wel eens ter sprake, dat hoe was je coming out of dat soort vragen. Maar het is nooit full focus. Toen dacht ik, ja, hoe vet is het als we gewoon in de hele maand augustus 4 afleveringen gaan uploaden. Die daar volop gefocust zijn. Wat mooi. Wat een schande dat ik nog niet iets van Open Kaart heb gezien, hoor ik nu. Want je hebt er al 50 op zitten. Ik denk 45 of zoiets. 45, wow. Maar ik voel me wel weer uitverkoren dat ik een van de vier ben die in jouw Open Kast mag zitten. Ik vind het heel leuk. En de eerste, want we trappen de serie met jou af. Leuk. En ik ga het even kort uitleggen. Er liggen hier zeven vragen voor ons. Ja. En we mogen om de beurt een kaartje pakken. En er staat een vraag op die we aan elkaar gaan stellen. Aan elkaar, leuk. Dus het is eigenlijk ook een beetje een soort gesprek die we gaan voeren met elkaar. En traditiegetrouw begin ik altijd als eerst. Dat had ik al verwacht. Hoe kijk jij terug op jouw coming out? Als iets waar ik heel erg tegenop heb gezien. Ik kom uit een gezin waarin religie geen rol speelt, maar traditie wel. Mijn moeder was huisvrouw, mijn vader werkte, mijn moeder was thuis met de kinderen. Een heel warm, liefdevol gezin. Maar mijn moeder kon zich slecht voorstellen dat je als vrouw net zoveel van een vrouw kon houden als dat zij van mijn vader hield. Dus ze had gewoon niks met dat fenomeen. Dus ik vond het heel ingewikkeld om te vertellen. Ja. En dat gold ook voor mijn tweelingzusje. Want ook mijn tweelingzusje is met een vrouw. En ook inmiddels met een vrouw getrouwd. Maar dat is ook een... Ja, wij konden het op een gegeven moment wel met elkaar delen. Want ik zag wel dat zij dat ook voelde. Want ik heb dat op een gegeven moment toch ter sprake gebracht. En toen hebben we dat naar elkaar in ieder geval wel uitgesproken. Maar dat aan je moeder vertellen. Want dan was het toch nog wel eerder die moeder aan wie je dat wilde vertellen dan vader. Ja. En dat heb ik eigenlijk pas gedaan op het moment dat ik liefdesverdriet had. Ik had toen een vriendin in Amerika, want Marja, mijn zusje, die studeerde daar. En die kreeg een relatie met de zwemcoach, Diane. En dat was echt grote liefde. Maar ja, dat was ook een tijd waarin je elkaar niet kon bellen, zoals nu. FaceTime, Skypen, dat bestond natuurlijk allemaal nog niet. Dus wij schreven brieven naar elkaar. Wij spraken cassettebandjes in, Robert. Ken jij cassettebandjes? Ja, nog net. En dan spraken we cassettebandjes voor elkaar in en die stuurde je dan weer op. En we zagen elkaar maanden niet en dan weer een paar weken wel. Dus dat was ook gewoon met een jaar was dat ook wel weer klaar. En hoe oud was je toen? 20. Want op wat voor leeftijd was je daar wel zelf dan bewust van? Van volgens mij... Oh, ik denk dat ik al op mijn 16e ongeveer wel wist dat het anders was. Omdat ik op de middelbare school het sowieso boeiend vond als er lesbische leraressen waren. Daar was ik altijd wel een soort van door geïntrigeerd. Ja. Ik zocht daar ook een beetje op een verwrongen manier contact mee, in de zin van dat ik daar regelmatig mee in de clinch lag, want ik was helemaal niet zo'n leuk puberkind. Ik was zelfs een vervelend kreng, durf ik wel te stellen. Had dat daarmee te maken dan met... Ja, natuurlijk. Denk ik wel. Ik denk wel dat ik worstelde met dat onderwerp. En dan ga je ook een beetje afzetten. Ja. Dus dat heb ik wel gedaan. Maar toen wist ik dat ongeveer wel. Want toen werd ik op mijn 19e voor het eerst verliefd. Echt op een vrouw. En dat was een speelster ook uit het Nederlands volleybalteam. En ik zat met haar in dat volleybalteam. En ik werd verliefd op haar. En dat was ook nog wel een soort van wederzijds. Maar ook weer gecompliceerd. Want die had alweer een vriendin. Dat is natuurlijk vrouwen. Hè? Dat is altijd gedoe.
En dus dat heeft ook een blauwe maandag geduurd. En toen zag ik dat mijn zusje haar eigenlijk ook wel leuk vond. Niet dat er een soort van driehoeksverhouding ontstond, alsjeblieft niet. Maar het werd wel een beetje gecompliceerd daardoor. Ja, dat was voor mij ook de aanleiding om te vragen van, god Marja, kan het zijn dat jij misschien verliefd bent geworden op haar? Nou, dat kwam er dan uiteindelijk schoorvoetend uit. Maar dat was een beetje ingewikkeld wel. Ja, voor als je jonge meiden zo onderling. Het is een nieuwe aflevering van slechte tijden, nog slechtere tijden. Want wat ik me dan afvraag is, ik ken toevallig ook een jongen en zijn broer was ook homo. Ik weet nog dat hij vertelde dat zijn broer had het eerder verteld. En toen dacht hij, ja, dan moet ik ook nog. Wat gaat mijn moeder wel niet denken? Hoe ging dat bij jullie twee? Precies dat. Want wie was er van jullie twee? Maya. Oh ja. Mijn zusje was het eerste naar ouders toe. Dus die vertelde uiteindelijk ook aan mijn moeder dat ze dus verdriet had om een vriendinnetje met wie het uitging. Want mijn zusje had intussen ook een vriendinnetje ergens. En dat ging ook over. En ja, en dan wil je gewoon, want zo'n gezin waren wij wel, dan wil je schuilen bij je moeder. Want onze moeder was altijd zo ongelooflijk liefdevol. En ik begrijp het ook wel. Weet je, ik begrijp nu beter waar haar weerstand zat. Los van dat ze dat allemaal zo moeilijk begreep. Hè? Maar zij wist natuurlijk als volwassene ook dat je je leven, je hele volwassen leven lang te maken zou krijgen met oordelen en vooroordelen, omdat je bent wie je bent. Ja. Want zij stond natuurlijk al wat langer in de wereld dan wij. Ja. En dat wil je niet voor je kind. Nee. Dus je wilt dat je kind natuurlijk een soort van door het leven glijdt en gelukkig is en niet die weerstand ontmoet. En ze heeft altijd gezegd, dat gaat me helemaal niet om dat ik van jullie geen kleinkinderen zou krijgen. He, want toen was het nog veel minder gewoon dat paren van gelijk geslacht ook kinderen zouden opvoeden samen en krijgen samen. Dus daar ging het haar helemaal niet om. Maar het was veel meer ook gewoon dat ze het moeilijk vond en ingewikkeld vond, ook voor ons. Ja, weet je, een soort ook van al angst. Ik denk dat elke ouder dat een beetje natuurlijk zich daarin herkent. Ja. Ja. Vraag 2. Ja, jij mag kaartjes pakken. Wat vind jij van de LHBTIQA+ community en weet je eigenlijk waar alle letters voor staan? Oh, dat is een strikvraag. De L is voor lesbian, LG, gay, bisexual, LG, LHBT, trans, queer, ally. I is voor intersexen, zeg ik het goed? Ja. En dan de Q is van queer en de A is volgens mij van ally, toch? Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen. Kijk, het is heel lastig omdat ze hem elke keer ook. Hij wordt natuurlijk en langer. Officieel is hij volgens mij nu bijna 15 letters. En dit is volgens mij de compacte vorm. Dit is nog de compacte vorm, hè? Ja, dus er zijn natuurlijk wel heel veel benamingen bijgekomen. Wat vind jij daarvan? Die letters voor mij doen er in die end niet zo heel erg toe. Maar ik vind het wel belangrijk dat er een soort community is. Zeker in Amsterdam is die natuurlijk heel groot. Waarin heel veel mensen de ruimte hebben om zichzelf te ontdekken. Maar ook om vrienden te maken, om uit te gaan. Om naar feestjes te gaan. Dat vind ik wel iets heel moois. Mm. Dat die community in Amsterdam vooral zo groot is dat er uiteindelijk voor iedereen wel een plek is. Ik vond dat toen ik als jonge jongen naar Amsterdam kwam, vond ik het begin hier in Amsterdam uitgaan en zo super spannend. Maar het was wel heel fijn dat het kon. Dat er een plek was, dat er een reguliers dwarsstraat is waar ik veilig heen kon gaan en met een jongen kon zoenen en wist, dat kan hier allemaal. Dit kan hier allemaal. En nou, dit verraadt wat mij betreft een bepaalde inclusiviteit. LHBTIQA+, hè? Alles, iedereen hoort erbij. Ja. Ik heb alleen nog wel eens vraagtekens bij hoe inclusief is dit eigenlijk? Want ik heb soms ook het gevoel dat juist binnen de gemeenschap zelf er nog wel eens iets wordt gevonden van iemand die bij een andere letter hoort dan jij. Zeker als het gaat over biseksualiteit. Wat ben je dan eigenlijk precies? Ja. Dat vind ik soms wel een lastige. Maar ik vind zeker ook wel dat, want het was eerst natuurlijk, je was homo, lesbisch en dat was het zo ongeveer wel.
ik vind het juist wel mooi. Want met al die letters denk ik, ja, maar het spectrum is ook heel breed. Ja. Het is ook niet linksaf of rechtsaf. Ik vraag ook vaak aan mensen, waar zit jij op een schaal van 1 tot 10? Ja. Weet je, want wie is er nou hetero en wie is er nou homo? Ik bedoel, heel veel mensen, maar ook een heleboel mensen bewegen zich daartussenin. Ja. Ook op genderidentiteitsniveau. Ja. Ben je nou, voel je nou mannelijk, voel je nou vrouwelijk? Bedoel, en wat maakt het uit? Weet je, laat mensen gewoon zijn wie ze zijn. En ik vind ook wat jij zegt, als mensen zich thuis voelen bij deze benaming. Alleen vind ik het zo lastig, want soms vergeet je wel eens een letter. Ja. Bij het benoemen daarvan. En zeker als bekend gezicht. En dan is het net alsof je dus juist niet inclusief bent. Dus dat vind ik soms ingewikkeld. Ik ga het volgende kaartje pakken. Oeh. Heb jij trauma's? Op dit onderwerp natuurlijk. Nou, ik denk dat we hem wel breder mogen trekken. Ja. Trauma's. Ik denk dat ik... ik heb veel meegemaakt in mijn politiewerk. Ervaringen die je traumatisch zou kunnen noemen. Ik heb alleen het grote geluk gehad dat ik nooit iets van PTSS opgelopen heb. Dat ik een mentale blessure heb opgelopen, zoals dat binnen de politie heet. Ja. Dus dat niet, maar ik heb wel... Ik denk dat ik... Kijk, ik ben 55 nu. Ik heb wel veel meegemaakt in mijn werkleven. Ik heb 31 jaar bij de politie gewerkt. 20 jaar op straat. Dus ik heb alles gezien wat in deze hele grote stad ook achter de gesloten deuren zich afspeelt. Dus ik heb op alle mogelijke manieren mensen dood gezien. Maar ook verslavingsproblematiek, wat heel schrijnend is. Mishandelingen, ook kindermishandelingen, huiselijk geweldsituaties, verzamelaars. 80% van wat de politie doet, zie je niet, hè? Dat speelt zich allemaal achter die deuren af. Ik heb mijn grootste politieverdriet, dat is een jongetje voor de trein. 11 jaar, Donaldje. Ik weet nog precies, ik heb zijn geboortedatum in mijn hoofd. Hij had een tweelingbroertje, daarom kwam dat ook zo binnen. Laatst nog contact gehad met zijn moeder, 25 jaar later. Die kwam op de lijn. Bizar, hè? Ja. Ja. Dus, en ik heb in mijn persoonlijke leven heb ik ook wel het nodige meegemaakt. Mijn moeder overleed op enig moment. Ik heb haar zelf gereanimeerd, want mijn vader belde eigenlijk altijd mij als er iets was. Toen woonde ik nog in Oostzaan, samen met mijn toenmalige vriendin Jolanda. Ook een politievrouw. Dus wij gingen altijd handelen, ook een vrouw op straat. Dus die wist ook wel wat ze moest doen. Die werkte op de Leijmansgracht in Amsterdam. Dus die had ook genoeg ervaring. Ja, en je moeder reanimeren, dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. En toen mijn vader overleed, want hij werd onwel. En toen belde hij ook met mij. Toen heb ik natuurlijk als de wiedeweerga gezorgd dat er een ambulance kwam. Dat was 10 jaar later, hoor. En toen was ik inmiddels met Boukje en ook met Boukje getrouwd. En toen heb ik hem gelukkig niet hoeven reanimeren, want hij was toen al weg. En toen wij kwamen was de deur al opengemaakt door de politie en toen waren ze al bezig met zijn reanimatie. Dus ik heb alleen maar bij hem gezeten en zijn hand vastgehouden. Vriendinnen verloren al, dus dat is ook verdriet, hè? Als je vriendinnen kunnen als familie voelen. Veel van gehouden van die twee die overleden zijn. De ene plotseling en de ander ziek geworden. Dus ja, weet je, dus ik denk wel dat ik Boukje ziek, borstkanker gehad. Heel moeilijk traject geweest, met beide borsten geamputeerd. Chemo, bestralen. Nou, spannend natuurlijk, want mag je wel of niet blijven? Hè? Dat is de loterij. Dus ik heb wel mijn levenservaringen, maar het maakt me ook een dankbaar mens. Ik heb wel, juist omdat ik dat allemaal heb gezien en ervaren. Ik ben ook voor heel veel dingen juist heel dankbaar. Omdat het leven elke dag je gegeven is. Ja. En als alles weer goed gaat, en zeker ook met de mensen van wie ik hou, dan ben ik in de basis een gelukkig mens. En dat maakt ook, weet je, met Boukje ook, we zijn nu 22 jaar bij elkaar. We zijn 17 jaar getrouwd. Zij kent mij al voordat ik was nog wijkagent, dat we elkaar leerden kennen. Weet je, dat hele medialandschap, dat boeit haar helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Weet je, en ik vraag me ook regelmatig af, is dit mijn wereld wel?
als het gaat over de grimmigheid die je ontmoet soms. Het is grillig, het is lelijk af en toe, denk ik, oeh, zoveel buitenkant. Ja. Terwijl ik een mens ben van de binnenkant vooral. Ja. Dus, maar, en dat komt ook omdat ik veel meegemaakt heb. Zowel in dat politiewerk als in mijn persoonlijke leven. Dus met jouw trauma's. Ja. Ja, ik denk als ik dat zo van jou hoor, dat ik dat gelukkig misschien ook. Dat die dingen, dat er niet per se enorme dingen zijn die dan in me oppoppen. Fijn. Ja. Fijn. Ja, ik denk dat ik wat dat betreft ook wel wat je zegt qua jeugd best wel een ja, gewoon een hele stabiele jeugd heb gehad. En eigenlijk, ja, ik ben natuurlijk ook 24, dus ik ben ook, ja, wat heb ik nou qua levenservaring nog? Er zijn jonge mensen die natuurlijk waanzinnig veel al... Precies, en dat is wel zo. Dus ik denk in dat opzicht dat misschien gelukkig dat ik dan kan zeggen dat dat er bij mij niet nog echt iets is waar ik denk, oh, daar heb ik een trauma aan overgehouden. Maar hoe is dit voor jou? Heb jij last gehad in het leven van geweld om wie je bent? Eigenlijk niet. Nee, ik weet je, ik bedoel, ik heb nooit te maken gehad met geweld. Het is eigenlijk het meest recente verhaal. Dat heeft ook in het buitenland zich afgespeeld. Was tijdens de opnames van Elio Patrouille. Toen waren we in Ethiopië, in Addis Ababa. En toen zijn we het land ontvlucht. En ja, het is misschien veel te lang verhaal. Ik ga het zo kort mogelijk vertellen. We zijn daar bezig met opnames. Het eerste wat we draaiden was bij een voetbalwedstrijd. Nou, en dan heb je net als hier, hè, dan wordt de politie in een eerste, tweede en derde ring gezet. Ik werd in de eerste ring gezet in het stadion en wat je doet is spotten. Dus je kijkt eigenlijk een vak in de tribune, hou je in de gaten. En als je ziet, hé, daar gaat het mis of daar wordt het onrustig of daar krijgen mensen ruzie met elkaar, dan kun je daarop inspelen. Maar ik sta daar natuurlijk met mijn blonde haren in een politiepak met een cameraploeg in mijn nek. Dus al die mensen denken natuurlijk, wie is dat? Nou, dat ja. Die komt uit Nederland. Dat is Ellie. Nou, als je Ellie Nederland politie googelt, dan krijg je natuurlijk al gauw wie ik ben. Maar als je verder gaat, is het natuurlijk ook geen groot geheim dat ik me altijd heb ingezet voor die LHBTIQA+ gemeenschap. Vanuit mijn werk voor Roze in Blauw natuurlijk. Ja. Dat ik zelf met een vrouw ben. Dus dat is hier out in the open natuurlijk. Ja. En dus we hebben dat gedraaid. En een dag later hadden we net eigenlijk onze draaidag gehad. En toen belde de plaatsvervangend ambassadeur naar Hanneke, die mijn management doet. Waar is Ellie? Ja, Ellie is in Addis Ababa. Ja, dat weet ik. Maar kan ik haar bereiken? Want de mensen bij ons op de ambassade, die natuurlijk Amhaars spreken, een van de talen in Ethiopië, lazen op social media dat er werd opgeroepen om mij te vinden en mij te doden. Er werd opgeroepen tot een martelaar moest zich melden om mij te vinden en mij te doden. En wij zouden een dag later zouden we naar de grootste markt in Afrika gaan. 13.000 kramen, honderdduizenden mensen. Dus dat zou natuurlijk een unieke gelegenheid zijn geweest om niet alleen mij, maar natuurlijk ook de hele ploeg natuurlijk af te maken. Jezus. Dus die ambassadeur die was echt oprecht bezorgd. En ik zei nog, jongens, chill out. Laten we nou eerst maar eens even kijken hoe zich dit ontwikkelt. Want voor hetzelfde geld piekt dit nu en is het morgen weer weg. En die ambassadeur zei gelijk, nee, zegt hij, dit gaat niet weg. Ze zijn gewoon naar je op zoek. Waar zit je nu? Jullie moeten daar weg. Je moet naar een hotel met beveiliging. Dus ik dacht echt, wat is er aan de hand, jongens? En ik ben heel erg van, je rugt je recht. Ja. Je recht je rug, moet ik zeggen, andersom. Je bent wie je bent en daar sta ik voor. En wat ik ook ontmoet, kom maar op. Dan word ik heel strijdvaardig. Maar toen kregen we natuurlijk contact met Nederland. Media Lane, productiemaatschappij, management, Afrotros erbij. En toen is eigenlijk besloten om ons die avond terug te halen. Dus we zijn gerepatrieerd. Dus echt met een met beveiliging die daar is ingehuurd. Met een SUV ervoor en een SUV erachter zijn we met veiligheidsvesten aan. Zijn we naar het vliegveld gereden. We zaten in een heel goedkoop hotel in een sloppenwijk in Addis Ababa. Wat prima is, hè? We zijn daar niet op vakantie, dus het hoeft allemaal niet luxe. Maar het waren wel kartonnen deuren. Dus als ze je daar vinden, dan is het wel klaar. Want ja. Ik wilde ook niet dat Boukje dit wist of dat mijn zusje Marja dit wist.
Ik zeg, we gaan eerst reizen. Want de eerste vlucht die er mogelijk was om het land uit te komen was naar Qatar. Nou ja, die hebben ze geboekt voor ons. En Hanneke zei toen, je gaat wel naar huis bellen. Want er speelt echt wel iets nu. En je gaat reizen. Dus dat moet je vertellen. Dus ik heb Boukje gebeld, gefacetimed. En Bouk zei, ze zegt, ik heb jou nog nooit bang gezien. Maar toen wel. Want ik was eigenlijk, ik kon het niet inschatten. Ik kon de haat en het fanatisme kon ik niet inschatten. Dus ik wist niet waar dit zou eindigen. En ik wist oprecht niet of het mijn laatste telefoontje zou zijn. Dat wist ik niet. Dus nou ja. Maar we zijn goed weggekomen uiteindelijk. Ja, gelukkig. Ja, gelukkig. Hè? Zie je, als je ook bij de politie hebt gewerkt in zijn algemeenheid... zie je dat geweld tegen mensen uit de community toeneemt? Als het toeneemt, komt het ook omdat de meldingsbereidheid toeneemt. Ik denk, het is namelijk er altijd geweest. Maar er is ook een hele tijd geweest dat de mensen niet wisten waar ze met dat soort meldingen naartoe moesten. En al helemaal niet naar de politie. Dat was geen veilige plek. Dus weet je, we zijn op enig moment begonnen met het team Roze in Blauw. Daar heb ik een belangrijke ontwikkelende rol in gespeeld. En dat is ook binnenin, is dat echt wel strijd geweest. Want hoezo al die homo's bij elkaar? Maar we stonden voor die buitenwereld. Ja. We wilden dat die buitenwereld voelde dat ze veilig waren binnen de politie. En als je niet een gewoon politiebureau binnen durfde te lopen, dan waren wij er voor jou. Ja. En dan kon je bij ons dat melden. En het grote, de grote voordeel daarvan is dat die eerste vraag je al over kunt slaan. Want als je Roze in Blauw belt, heeft dat kennelijk te maken met iets wat jou is overkomen, omdat je bent wie je bent. Ja. Of omdat de dader denkt dat je bent wie je bent. Want we hebben ook wel eens hetero mensen gehad die ook iets overkwam omdat de dader dacht dat ze homoseksueel waren. Ah. Dat is ook een incident gekoppeld aan geaardheid of genderidentiteit. Jij bent aan de beurt. Volgens mij, ja, ik ben aan de beurt. Ja. Oeh, dit vind ik een leuke vraag. Oh ja, ik ook. Je bent al 17 jaar getrouwd. Wat is het geheim van jullie huwelijk? Boukje is wereldkampioen gunnen. Ik denk werkelijk dat ons geheim, als dat al een geheim is, is dat zij mij laat in wie ik ben en ik haar laat in wie zij is. Boukje is veel stiller, veel meer naar binnen gekeerd dan ik. Ik bedoel, ik kan me nu alweer verheugen op 6 augustus op de Pride. Boukje moet er niet aan denken. Echt, al die mensen bij elkaar. Dat is ook wel iets wat veranderd is in haar sinds ze zo ziek is geweest. Ze kan dat ook allemaal minder aan. Ja. Zij is het beste in met 4, 6, max 8 mensen. 8 wordt al veel. Dus, maar zij zegt, schat, veel plezier. Ik zie je wel weer. Ja. Nou, dat dus. En alles wat ik doe in mijn werk, met wie ik ook wil afspreken, Boukje is niet jaloers. Gewoon niet. Weet je, dus ik denk dat als je het goed wilt hebben en houden samen, als dat dan de tip is die ik mag geven, laat de ander zijn wie die is. Ja. Jullie hebben best wel, of in ieder geval jij volgens mij, daar las ik iets over, best wel heel bewust voor haar gekozen, toch? Toen jullie elkaar leerden kennen. Meteen. Want op dat moment had jij een andere relatie. Ja, met Jolanda. Met Jolanda. Wie ik mijn moeder gereanimeerd heb. En we waren al 5,5 jaar bij elkaar. En we hadden ook huis gekocht en samenlevingscontract. Dus het was al wel een soort van serieus. Maar het was al niet helemaal meer waar ik me helemaal gelukkig in voelde. En toen leerde ik Boukje kennen tijdens de Eurogames in Zürich in Zwitserland. De Europese Gay Games. En zij komt aanlopen. En zij was toen met een volleybalvriendin van mij. En ik zeg tegen die vrouw, ik zeg, wat heb je nou meegenomen? Ik was helemaal van de rel. Meteen. En ik ben thuisgekomen. Er ontstond iets tussen Boukje en mij tijdens die dagen. En ik ben thuisgekomen en ik heb tegen Jolanda gezegd, ik vind het heel erg moeilijk om je dit te zeggen. Ik zeg maar, ik kan niet verder met jou.
Want dit is er gebeurd. En ik moet uitzoeken wat dat is. Ik ben pijnlijk eerlijk geweest. Maar dat is wel nog waarom wij nu nog steeds heel goed zijn. En Jolande is al lang weer gelukkig met haar vrouw. Dus dat is allemaal natuurlijk... Want het komt natuurlijk altijd weer goed. Ja. We zijn ook heel netjes gescheiden, weet je. Ik heb haar netjes uitgekocht. We hebben alle spullen verdeeld. Haar huisje samen opgeknapt. Want Jolanda zei toen van... Nou ja, maar ik wil wel 2 maanden de tijd om afscheid te nemen van jou en van ons. Ik zeg, nou, dat is goed. Ja. Dat had ze ook wel verdiend. Mooi. Ja. Is het... nu, vandaag de dag, voor jou de vrouw met wie je oud wil worden? Ja. Ja, zonder meer. En is daar nooit een... Of in het verleden, of misschien nu wel eens... Is er daar nooit daar een afleiding voor jou geweest? Jazeker. Zeker. Ja, absoluut. Want ik vind, weet je... Ik heb die puberteit nooit gehad. Dus, en ik vind vrouwen heel leuk. Ja, en ja. Soms leerde ik wel eens en nog... een vrouw kennen die ik heel leuk vind. Dat je een soort van verliefdheid daarvoor voelt. Nou, Boukje heeft dat meteen door. Dat is ook wel weer geestig. Want ze kent me heel goed. Ja. Weet je, en ik kan dat dan ook weer niet echt... Ik zeg dan ook gelijk dat het zo is. Klaar. Dan hebben we het ook maar gehad, weet je. Ik bedoel... En Boukje is dan ook gewoon niet jaloers. Geestig, hè? Nou, knap ook vanuit vind ik een zo... Ja, maar ook omdat ze zelf sterk in de schoenen staat. Maar ook vanuit een... Het volste vertrouwen dat wij samen zijn. Ook al ben ik hier nu en Boukje is thuis nu, wij zijn samen. Ja. Dat is de basis. En er zijn gelukkig heel veel leuke mensen. Dus er kan natuurlijk wel eens iets gebeuren met iemand. Maar dat hoeft niet het einde te betekenen van ons. Het zou toch wat zijn? Nee, maar jullie hebben dus daarin wel een soort van een bepaalde openheid. Ja. Qua op seksueel, ja. Van dat wel af en toe puur dat mag of kan gebeuren. Ja, ja. Ja. Want het zou toch wat zijn als je een relatie die zo waardevol is... aan de kant... Ik heb niks met mensen die zeggen... nou, als die ooit vreemd gaat, dan staan ze koffers bij de deur. Daar heb ik niks mee. En zij ook niet. Nee. Want wij zijn samen. Wij delen het leven. Ja, en als je dan eens een keer iemand ontmoet die je heel leuk vindt... en er ontstaat iets en er gebeurt iets... dan is dat niet het einde van haar en mij... Helemaal niet. Nee, maar ik vind het wel altijd knap. Ik vind het heel mooi hoe je erin staat. Maar ik vind het ook... Nou ja, ik heb daar dan ook wel... Ja, ik kan me daar dus gewoon werkelijk waar geen voorstelling van maken. Nee. Dus ik vind het, dus daarin vind ik het heel mooi dat naast elkaar kan bestaan. Dat je dat onderscheid kunt maken tussen liefde, wij kiezen voor elkaar, wij zijn samen. En pleasure in die zin. Dat het, dat naast elkaar... Ja. Kan en mag bestaan. En dan moet je ook niet denken dat dat elke week gebeurt. Nee. Maar dat kan gebeuren. En als dat gebeurt, is dat niet het einde van haar en mij. Nee. Niet. Jij hebt je eerder uitgesproken over jouw kinderwens. Staat hier. Hoe zie jij dat in de toekomst voor je? Klopt. Ja, ik wil heel graag vader worden. Ja. Ja, dus denk een van, op privévlak is dat een van mijn allergrootste wensen. En dat wordt alleen maar meer, omdat ik heel veel vriendinnen heb die kindjes hebben. En dat vind, ja, ik vind dat gewoon zo leuk. Oh ja? Ik zie ook wel dat het heftig is. Dat zie ik ook bij vriendinnen, dat ze echt wel... dat het een heel groot deel van je leven overneemt. Maar dat vond ik een van de ergste dingen dat ik toen realiseerde dat ik gay was. Dat ik dacht, maar dan word ik geen vader meer. Oh, maar dat, jij wordt zo'n leuke vader... Ja, nou ja. Ik zie jou al helemaal met zo'n draagzakje. Ja. Zie ik jou helemaal lopen al. Ja, ja, dus een dat dochter. Is... Ja, ik zou een dochter en een zoontje zou ik heel leuk vinden. Geweldig. De ideale wereld, hè? Ja. Ik weet nooit hoe dat loopt. En hoe en op wat voor manier, dat maakt me allemaal echt niet uit. Ik zou echt adoptie. Ik zou echt werkelijk voor alle opties open. Maar ja, die wens is er... Bijzonder, is er... hè, dat je dan al zo zeker weet dat je dat wilt. Ja, maar wel, altijd heb ik wel gezegd, dat vind ik heel belangrijk. Eerste instantie wil ik dat wel op het moment dat ik in een relatie zit... die op dat moment wel heel goed voelt, steady is... en dat ik er op dat moment ook echt in sta van wij blijven bij elkaar. Wil je het niet alleen? Want dat kan ook. Het kan, maar nee, voor nu zou ik dat... voor nu zie ik dat niet voor me. Heb jij ooit die wens gehad?
Nee. Nee, ik heb wel altijd gezegd, als ik een vrouw tref met een kinderwens, ga ik mee. Ja. Want ook ik zie mezelf al met zo'n draagzakje lopen. Dat had ik wel gezien. En ik denk dat ik wel een kindje goed de wereld in zou kunnen zetten. Maar ik heb zelf nooit de behoefte gevoeld om een kind te dragen. Laat staan te baren. Want dat is natuurlijk de hel. Ik bedoel, als ik de verhalen hoor, want we hebben ook appgroepen met vriendinnen, die hebben inderdaad bijna allemaal kindjes. En dan heeft de een een kindje gedragen en dan gaat de ander ook nog een kindje dragen, zodat er meteen natuurlijk een broer, zus of welke combinatie dan ook is ontstaan. En dan hoor je over hoe die bevallingen zijn gegaan. En dan roept iedereen in die app, oh wat geweldig, gefeliciteerd. En dan zeg ik, wat een verschrikkelijk verhaal is dit weer geworden. Ik ben godsdankbaar dat jullie er allebei goed uit zijn gekomen. Ja. Maar lieve mensen, dit is toch de hel. Dat schrijf ik dan. Ja. En dan moet iedereen eigenlijk vreselijk lachen, want iedereen vindt dat eigenlijk ook wel. Ja. Dat is toch niet te doen? Bevallingen van 36 uur en weet je, nee. met uitscheuren en hou op zeg. Is er dan een bepaald moment geweest dat je dan ook bewust die keuze maakt van we besluiten om het niet te doen samen? Ja, want het zijn wel de dingen die je bespreekt aan het begin van de relatie. Ja. Toch wel. De spelregels bijna, hè? Ja. En Boukje is eigenlijk tot begin 30 met mannen geweest. En, maar goed, geen moeder geworden of zo met een van die mannen. Maar ook Bouk had niet per se de behoefte om een kind te willen krijgen. Nee. Dus dat was al vrij snel gewoon een onderwerp wat klaar was. Wij hoefden geen moeder te worden. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Dankjewel, Robert. Ik wil jou enorm bedanken. Graag gedaan. Ik vond het echt een heel erg leuk gesprek. Ja, ik ook. Mooi. En ik vond het ook heel mooi om met je over die thema's die ik natuurlijk aan het begin noemde waren. Af en toe hadden we het ook over veel meer privé dingen. Maar ja, ik vond het heel. Ik vond het echt heel erg leuk. Ja, ik vond het ook mooi. Dus, ik heb jou ook echt beter leren kennen. Dat is leuk. Ja. Dat het gewoon ook een gesprek is. Hè? Nogmaals, thanks. Graag gedaan.